Abel Enstra werd op 27 november 1920 geboren in Heerenveen. In zijn carrière zou hij maar liefst 700 doelpunten in 730 wedstrijden scoren. En daarmee is Us Abe één van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Toen hadden we nog een kleine jongen was. Nou, toen was er een jaar of 4, 5. Toen hadden we een oom op visite. Die vrouw was een zuster van mijn man. En dus waren ze met een balletje aan het spelen in de kamer. Toen zegt hij, die oom tegen hem, ach Abe, jij kan toch veel harder schoppen. En ja, maar in de kamer nou. En toen zei hij, nou probeer het eens. Ik geef je vrij, geef maar een goede drill aan die. En hij doet dat, hij neemt zijn voet en die zet er achter de bal en dat gaat op de kast. En dat is een vaas eraf. Ja, wat moest je ervan zeggen? Hij was vrijgegeven, nou. Het voetballen zat er dus al vanaf kleins af aan in. Abe was de middelste uit een gezin met 3 kinderen. Zijn voetbaltalent werd ontdekt door de leiding van Heerenveen. En zo kwam hij al snel in de jeugd van de club te spelen. Als 15-jarige maakte hij dan al zijn debuut in het eerste elftal van Heerenveen. Waar zijn broer Jan Lenstra dan ook voor speelt. Abe en ik gingen altijd met z'n 2 tegelijk naar school. Want ja, dat was niet zo ver af. En dan gingen we erheen en hadden we altijd wel een balletje bij ons. En die schoven we iedere keer zo links, rechts, links, rechts. Zo iedere keer naar elkaar toe. Aan school toe. Dan was het niet zo ver, want als wij lopen moesten, dan misschien gewoon zonder bal een minuut of nog geen 10 minuten werk. Zo ver, zo'n stukje woonden we uiteindelijk maar van de school af. Maar we gingen vast heen met het balletje links, rechts, links, rechts. En zo ging links, rechts, links, rechts. Bij Heerenveen wordt Abe 9 keer kampioen van de noordelijke eerste klasse. En grijpt hij tot 2 keer toe, net naast het landskampioenschap. In die periode debuteert hij als 19-jarige ook voor het Nederlands elftal in een wedstrijd tegen Luxemburg. Hoewel dit duel met 5-4 wordt verloren, laat Lenstra zich met een treffer wel direct gelden. Het duurt vervolgens 13 jaar voordat Abe voor het eerst aanvoerder van Oranje wordt. Op 32-jarige leeftijd is hij de captain in een benefietwedstrijd ter bate van de waternoodsramp van 1953. Ten bate van het Nationale Rampenfonds werd in het Feyenoordstadion een voetbalwedstrijd gespeeld tussen Nederland en Denemarken. De voorzitter van het Rampenfonds, Prins Bernhard, liet voor de aanvang de spelers van beide elftallen aan zich voorstellen. Abel Enstra, de nieuwe aanvoerder van Oranje, introduceerde zijn mannen bij de prins. Gedurende enige tijd golfde het spel nu heen en weer. Tot in de 17e minuut de bal voor de voeten van de Deense linksbuiten Sebach kwam, die landman van vrij dichtbij met een hard laag schot passeerde. Deze voorsprong van de Denen was wel wat geplateerd, omdat Oranje tot dit ogenblik enigszins in de meerderheid was geweest. In de volgende minuten trok Nederland fel ten aanval. De achterstand moest en zou verkleind worden en dat lukte ook. Lenstra bracht de stand ten slotte op 2-1 nadat Luiten de bal eerst tegen de paal had geschoten. Ondanks ingespannen pogingen van beide partijen kwam in deze stand geen verandering meer. In de voorhoede Piet van der Kuil, Vaas Wilkes, Abe Lenstra mee voor. Kees Rijvers links binnen en Bart Carlier links buiten. Zou dit Nederlands elftal met een gouden binnentrio, zouden we in staat zijn om hier zo goed... In zijn jaren als international vormt Lenstra het gouden binnentrio met andere grootheden als Vaas Wilkes en Kees Rijvers. Samen vormen ze in de jaren 50 het hart van de Nederlandse aanval. Ik kan me herinneren dat we in een wedstrijd gespeeld hebben in Groningen tegen Noord-Duitsland, denk ik. En daar hebben we zo gemakkelijk gespeeld. En zo gemakkelijk op voorsprong gekomen voor de rust. Ik weet niet hoeveel hoor, ik dacht 3-0. Maar ik weet niet zeker. Maar dat liep automatisch allemaal. En toen kwam er oneenigheid in de rust. Want Abe stopte. Fasi stopte. Ik wilde stoppen. Nou, van mij werd niet aangenomen, dus ik... je was niet geblesseerd, dus waarom moest iedereen stoppen? Maar goed, ik liep ook met de gedachte van, als die mannen stoppen, dan stop ik ook. Ja, want wij functioneerden en speelden nu helemaal mooi voetbal en aangenaam voetbal. Als we er alle 3 bij waren. En na de rust was het niet best meer. Ja, dat was Abe. Ja, jammer dat Abe, maar dat heeft Cruijff ook gedaan. Hè. Die hebben nooit maximaal in het Nederlands elftal gespeeld. Want Cruijff had ook altijd
Of Boyer met de bont over een streepje meer of minder op zijn mouw. En zo had Cruijff de, of Abe dat altijd met de opstelling. En was je het er niet mee eens, was deed hij gewoon niet mee. Ja, het was natuurlijk een fantastische voetballer. Het was ja, geweldig. Ze hebben het dan nu al over Cruijff en over en noem maar op en Van Basten. En ook uitstekende voetballer, maar Abe Lentstra kon je niet vergelijken. Deze man die was weergeloos. Die had zo'n geweldige techniek, hij had zo'n inzicht. En daarbij was hij ook nog snel ook nog. Al kwam dat misschien niet altijd uit uiting, maar hij was behoorlijk snel. Maar het was een topper. Als Oranje International staat Abe dan bekend als koelbloedige afmaker voor de goal. Zoals ook te zien bij deze doelpunten tegen Denemarken in Rotterdam. Is het misschien zo geweest dat jij toch wel nerveus was voor een wedstrijd? Al maakte je dan wel eens de indruk dat je het allemaal nogal laconiek opvatte? Ja, iedereen die dacht dus dat het mij helemaal niet aanging, een wedstrijd niet. Maar dat was toch helemaal het geval niet. Van ik was, nou eerlijk gezegd, soms hypernerveus voor een wedstrijd. Ik heb wel overgegeven voor een wedstrijd. Nou, dat zou je helemaal aan mij niet gezegd hebben. Maar toch, ik erg zenuwachtig. Maar dus wanneer ik in dat veld stond, dan was het fini. Dan leefde ik in die wedstrijd en dan waren zenuwen er niet meer. En in dat veld was ik dus wel helemaal rustig. In het clubhuis voor de strijd is mijn broekie soms te wijd. Als ik van spanning niet kon eten, trek ik dan mijn schoenen aan. Is met de zenuwen gedaan, dan ben ik alles weer vergeten. Helaas speelt Lenstra nooit met Oranje op een WK. Wel komt hij met Nederland uit op de Olympische Spelen van 1948. Maar de bekendste interland die Lenstra ooit heeft gespeeld is de 1-2 overwinning op regerend wereldkampioen West-Duitsland in 1956. Lenstra, in die jaren spelend voor sportclub Enschede, bezorgt het Nederlandse volk dan een erg emotionele overwinning. Aangezien het de eerste interland na de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers betreft. Met 2 doelpunten is Abe de grote man van Oranje. Elke Duitse aanval loopt vast in de verdediging. Maar dan komt 6 minuten na de rust het eerste grote moment voor Oranje en zijn 1000-koppige aanhang. Lenstra weet een schot van een der andere aanvallers juist dat tikje te geven dat nodig is om de Duitse keeper te passeren. En dan, enfin, dat ziet u wel. Na 27 minuten komt vrij plotseling en haast niet zichtbaar door de sneeuwjacht het tweede Nederlandse doelpunt weer van de voet van Lenstra. In het veld en langs de lijn kan men zijn vreugde dan nauwelijks op. En als dan de Engelse scheidsrechter Leaf voor het laatst heeft gefloten, ontlaat de spanning in het Nederlandse kamp zich in een stormaanval op het veld dat in enkele seconden verandert in één deinende mensenmassa. De Nederlandse supporters dragen de spelers in triomf uit de arena. Dankbaar voor de verdiende zege die het Oranje team door hard werken en enthousiast spel op de wereldkampioenen heeft behaald. En Abe, 2 doelpunten vandaag. Dat was wel bijzonder prettig, een hele grote verrassing. Maar hoe zijn ze eigenlijk tot stand gekomen? Kun je dat nog eens even vertellen? Dat eerste doelpunt, dat was van Koiko Paul en die zou een schot op doel geven. Dat zou naast gegaan zijn, dat kwam in mijn richting. En toen heb ik hem ineens ingeschoten tussen de bek Juskowiak en Herkenraad in. Herkenraad kon hem nou wel achterna vallen, maar niet meer stoppen. Dat tweede doelpunt, dat was een voorzet van Rex. Daar sprong Appel, die sprong tegelijk met die keeper Herkenraad. Herkenraad sloeg de bal precies naar mij toe waar ik stond. En toen heb ik hem met mijn linkerbeen in de verste hoek geschoten. In totaal zou Lenstra 33 keer voor Oranje scoren in 47 wedstrijden. En dat is evenveel als latere Johan Cruijff. De laatste interland die hij voor Nederland speelt is tegen België in 1959. Abe is dan 39 jaar. De Belgen worden pas tegen het eind van de eerste helft beloond voor hun betere spel met een doelpunt van linksbinnen Wegria. De gelijkmaker ontgaat Nederland als Tellin een schot van Rijvers juist voor de doellijn weghaalt. Bij een van de scherpste uitvallen van de Belgen is dan plotseling de jeugdige debutant Goeivaert van zijn rechts buitenplaats naar links gezwenkt, van waar hij de Munk uit een moeilijke hoek passeert. In de 27e minuut komt Nederland aan een fortuinlijk doelpunt wanneer Lenstra een fout van Van der Stappen afstraft. In het veld is men minder enthousiast dan daarbuiten.
Met nog ruim een kwartier te spelen probeert Nederland de ditmaal betere Belgische ploeg een gelijkspel af te dwingen. De verdediging van de Rode Duivels verliest haar zekerheid. De Nederlanders daarentegen, geruggesteund door het enthousiasme van de tienduizenden op de tribunes, krijgen steeds meer zelfvertrouwen. 10 minuten weet de Belgische achterhoede stand te houden. Dan schiet Van der Linden de bal na een combinatie met Rijvers hoog in het net, waardoor de stand 2-2 wordt. Nog is de oranje ploeg niet tevreden. Maar verder dan een gelijk spel weet men het toch niet te brengen. Ondanks het feit dat 8 minuten voor het einde een der Belgische spelers door de Franse scheidsrechter Guig van het veld wordt gezonden. Een incident dat een hele oploop veroorzaakt. Het blijft dus 2-2. Over het spel van de Nederlanders, met name dat van Abel Enstra, hadden de ballenjongens na afloop zo hun eigen mening. Ja, hij kan niet hard lopen, hè. Als hij hard kon lopen, dan maakt hij wel meer doelpunten. Hij is wel technisch, hoor. In 1977 wordt Lenstra door een hersenbloeding getroffen. De laatste 8 jaar van zijn leven brengt hij in een rolstoel door. Juist 2 dagen voordat het Nederlands elftal een oefenwedstrijd in Heerenveen tegen Bulgarije zou spelen, als ode aan Lenstra, komt hij op 64-jarige leeftijd plotseling te overlijden door een hartstilstand. Nederland wint de oefeninterland wel met 1-0, maar de voetballiefhebbers zijn in rouw. Nederland verloor toen 1 van haar grote voetbalzonen. Maar Us Abe zal nooit worden vergeten.